Dag kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van Flora en Fauna. Ik ben Mariska Bemermans en ik werk voor de Stichting Dierenbescherming Suriname. En vandaag staan wij eigenlijk bij onze overburen, de overburen van het asiel en wel de Paramaribo Zoo. En de meeste mensen weten eigenlijk wel dat dierenwelzijnsorganisaties meestal niet zo'n fan zijn van dierentuinen. Omdat dieren eigenlijk in gevangenschap daar worden gehouden. En daar zijn we natuurlijk niet zo'n hele grote voorstander van. Maar de ene dierentuin is de andere niet. En voordat we iets kunnen zeggen, moeten we natuurlijk echt even een kijkje gaan nemen hoe dat eraan toe gaat bij de dierentuin in Paramaribo. En we staan hier voor het kwatta-apenverblijf, als het ware. Met twee medewerkers van de dierentuin. We gaan ons even voorstellen. Jij bent? Ik ben Teetske Nieuwborg, ik ben de hoofddierverzorger. Dierenverzorger, en jij bent? Ik heet Farid en ik ben dierenverzorger. Dierenverzorger, oké. En we staan hier eigenlijk, vind ik zelf, meteen bij een van de mooiste verblijven van de dierentuin. Alhoewel zijn nog een paar ook fantastische nieuwe verblijven. Maar dat komt een andere keer. We staan hier voor het kwatta-apeneiland. En hoeveel kwatta-apen zijn er op dit moment op dit eiland aanwezig? Hier waar we zijn, zijn er nu 4. Er is 1 mannetje en 3 weesjes en een jong. En een jonk, ja. Dus ik zag al eigenlijk stiekem dat 1 een kleintje had. Ja. En dat is natuurlijk fantastisch. Is het zoals bij andere dieren ook zo dat ze zich eigenlijk alleen voortplanten als ze zich een beetje happy voelen? Of is dat bij kwatta-apen niet het geval? Ik denk alle dieren hebben dat een beetje. Wanneer ze zich een beetje vrijer voelen, daar heb je meer ruimte voor dat soort gedrag. Maar natuurlijk, je moet een paar hebben. Je moet 2 hebben om iets te kunnen doen. Ja, als dat beestje alleen zit, kan je nog steeds niet. Maar werkelijk, als het een beetje vrijer is, net zo hier op het eiland, daar gaat het baren van kindjes en gezinnen. De opbrengen gaat dan makkelijker. En meer mogelijk. Oké, en is het kwatta-apenverblijf altijd zo geweest? Nee, het kwatta-apenverblijf is niet altijd zo geweest. Vroeger zaten de kwatta-apen in onze oude apengalerij, als je het zo mag noemen. Ja. Dus echt nog in kleinere verblijven. En zoals Farid zich al aangaf, dieren die zich vrijer voelen, op hun gemak voelen, die gewoon hun natuurlijke gedrag zoveel mogelijk kunnen uiten, die gaan daar dan ook naar gedragen. Als je dieren te lang in een korte ruimte houdt, dan heb je nog wel eens dat ze gewoon helemaal doorgeflipt raken. Maar als je daar op tijd bij bent, dan kun je daar gewoon weer hele vrij natuurlijke dieren van maken. En daar waar ze eerst zaten, dus in een vrij klein verblijfje, daar hebben we eigenlijk nooit echt goede jongen gehad. Wel eens een geboorte gehad, maar dat is niet doorgezet, is niet goed gegaan. En eigenlijk vanaf het moment dat ze hier op het eiland terecht kwamen, dus meer ruimte, goede klimgelegenheid, wat ze van nature ook doen, veel meer rust. Dus niet de bezoekers dicht op hun lip, maar gewoon ze kunnen veel meer zichzelf zijn. En eigenlijk vrijwel direct daarna begonnen ze jongen te krijgen. Voor te planten. Ja. Nou, dan kun je eigenlijk meteen aan zien dat het toch een veel betere manier is om deze dieren te huisvesten. Want het zijn eigenlijk dieren die natuurlijk met name in het wild voorkomen en die daar eigenlijk thuis horen. Een vraagje tussendoor. Hoe komt de dierentuin eigenlijk aan deze apen? Ja, maar ik neem niet aan dat jullie ze gaan vangen hier uit de natuur. De dierentuin doet dat niet. We halen geen dieren uit het wild om ze nu in een kooi te zetten of zo. Laten we zeggen bijvoorbeeld, de meeste dieren waren hier al jaren. Dus die hebben hier al hun bestaan. Maar de meeste dieren, veel van ze zijn in gevangenschap genomen. Maar dan zijn ze door mensen uit het bos gehaald, thuisgebracht. En dan, wanneer ze het niet meer kunnen handelen en verzorgen, daar belanden ze hier. Okay. Als het ware. Ja. Zo heb je ook met, je hoeft niet alleen kwatta-apen, met verschillende dieren. Andere, ja, precies. Dus eigenlijk zie je dat, want natuurlijk, hè, zoals je hier dat verblijf ziet, dat zie je vaak niet bij de mensen thuis. Wij zeggen ook altijd, apen horen eigenlijk niet bij mensen thuis. Het zijn geen huisdieren, het zijn wilde dieren. En je ziet dan vaak dat ze aan een touw of aan een ketting rondom de middel worden gehouden. En dat op een gegeven moment eigenlijk vrijwel altijd misgaat. En dus eigenlijk de dieren die hier in de zoo zitten, komen uit dat soort situaties. Begrijp ik. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Kwatta-apen zijn, even erbij zeggen hoor, zijn onder andere ook beschermde apen. Dus die mag je eigenlijk ook niet echt in huis houden. De dieren die hier zitten, die zijn, je kunt er eigenlijk van uitgaan dat ze allemaal als jong al
uit het bos gehaald zijn. Mm-hmm. Ja. Daarbij mag je je bedenken dat die moeder is doodgeschoten. Ja? Dat is gewoon bij misschien de een uitzondering, ja. Maar ik geloof er geen zak van als iedereen komt vertellen dat het anders is. Uh-huh. Oké, okay. Dus het is al een dier wat... Eigenlijk heb je al twee dieren uit het bos gehaald. Mm-hmm. Dat jong dat komt dan heel leuk bij mensen thuis. Mensen denken, oh leuk, ik heb aapje, aapje, aapje. En alle kleine diertjes zijn leuk. Hè? Alle puppies zijn leuk, alle kittens zijn leuk. Alle kleine aapjes, dingetjes, alle kleine dieren zijn altijd leuk. Mm-hmm. Totdat ze groot worden. Een aap moet gewoon... Een wild dier blijft een wild dier. Een wild dier wordt geen tam-tam dier. Nooit helemaal tam. Mm-hmm. Dus als je een wild dier thuis hebt, in het begin zijn ze heel erg afhankelijk, want het zijn gewoon baby's. Het zijn gewoon kleintjes die gewoon nog eigenlijk hun moeder nodig hebben. Op het moment dat ze beginnen te puberen, dan komen de problemen, want er is geen opvoeding van de sociale groep. Het zijn groepsdieren, ze horen ook in een groep thuis. Mm-hmm. En als je dus niet de sociale groep hebt en je hebt niet de juiste dingen om hun gedrag te doen. Kijk, zij kennen mensengedrag niet. Wij mensen zijn heel anders dan dieren. Ja. Dus dan krijg je al gauw dat ze baldadig worden. En dan beginnen ze dingen te slopen. Of ze gaan helemaal terugtrekken en ze kwijnen eigenlijk weg. Mm-hmm. Of ze worden heel baldadig en ze gaan alles kapot maken. Ze beginnen te bijten. Het is net als een hond die je altijd aan een ketting hebt en die gefrustreerd raakt. Ja, als die dan een keer bijt, dat is gewoon uit frustratie, weet je. Ja. En dat is bij die apen ook. Dat kan heel gefrustreerd raken. En dan hoor je dat ze de buurt terroriseren en dan moeten ze weg. Ja. En het probleem is, dan kunnen ze dus niet meer terug in het bos. Nee, sommige diersoorten zou je weer terug kunnen zetten in het bos. Mm-hmm. Bij kwattenapen is het even wat lastiger. Sowieso moet je die dieren zou je eigenlijk moeten leren om weer terug het bos in te gaan. Ze kennen geen gevaren. Nee. Dus ze weten niet wat een jaguar is. Mm-hmm. Dus jij loopt blalalala leuk in het bos. Je bent weer lekker aan het slingeren. Je hebt de lol van je leven, want je bent vrij. Je komt een jaguar tegen. Hallo jaguar, dood. Ja, weet je, dus zulke soort dingen. Kunnen ze in hun eigen voeding voorzien als ze zo bij mensen zijn opgegroeid? Die zou ze moeten leren. Bij mensen thuis. Maar hangt vanaf. Bijvoorbeeld kwattenapen zijn echte fruiteters. Mm-hmm. Maar bij de mens thuis krijgt hij van alles. Ook, soms eet hij ook in de pot mee. Ja. Een aap die rijst eet. Ja. Werkelijk. Ja, ze zijn ook al lekker bekjes, dus ze gaan het ze eten. Gaan eten. Ze eten eigenlijk dus alles, maar ze van nature, want wat krijgen ze hier te eten? Voornamelijk fruit en ook af en toe koken we kip, sowieso zonder zout en kruiden. Okay. En bladgroenten, vooral. Okay. Ja. Dus, maar eigenlijk, deze zijn best wel happy. Hier zitten er vier, zeggen jullie. Maar dat betekent dus ook, je kan niet zomaar wat, het zijn wel groepsdieren, maar je kan er niet zomaar wat bij zetten, toch? Nee, ze hebben hun groepje al gevormd. Mm-hmm. Dus een nieuweling, bijvoorbeeld een nieuw mannetje gaat bijna of niet, is bijna onmogelijk. Mm-hmm. Maar een wijfje kan wel plaats hebben, maar dan gaat ze dan eerst even apart. Mm-hmm. Dan gaan ze wennen aan de rest, okay. totdat je een kans neemt een dagje dat ze eruit mag. En dan moeten ze echt worden opgenomen in de groep eigenlijk. Ja. Okay. En je ziet hier eigenlijk, dus dit is het buitengedeelte. Is er nog een ander deel aan het verblijf waar ze bijvoorbeeld eten krijgen? Of gebeurt gewoon alles lekker hier? Nee, iets verderop daar is er een huisje. Mm-hmm. En dat is dan hun nachthok. Mm-hmm. En het is verdeeld in tweeën. Dus mocht eentje een beetje ziek zijn een dagje, dan kan je hem of haar even apart sluiten en behandelen. Mm-hmm. En kan je nog steeds met de rest bezig zijn. Okay. Maar... Ook als ze even willen schuilen voor de regen of wat dan ook, mogen ze ook anytime naar binnen. Ja. Want dit is nogal kaal, hè? Dat is niet zo heel veel beschutting, behalve dat dingetje daar zo. Is het helemaal af, dit verblijf? Is het nog bedoeling dat er nog items komen erop, wat ze leuk vinden? Of is dit eigenlijk goed voor ze? Het verblijf is redelijk af. We moeten er wel steeds aan werken dat het goed blijft. Mm-hmm. Zoals je ziet, de kanten, daar zit water omheen. Ze zijn bang van water, dat is hun barrière. Daarom hoeven we geen hok te maken. Deze gaat gewoon lopen. Kan hij dadelijk niet naar de overkant komen? Nee, hij kan niet naar de overkant komen. Gelukkig. Misschien in een hele, hele erge stresssituatie, maar ze zijn dus heel relaxed op een plek. Mm-hmm. Waardoor ze eigenlijk geen stress krijgen. Oké. Okay. Maar we moeten er goed voor zorgen dat dit verblijf niet kleiner wordt. Want met water heb je natuurlijk altijd dat er slijtage komt aan de wanden van het eiland. Mm-hmm. En het huisje,
wat we daar hebben, dat moeten we voor zorgen. Dat is van hout, dus dat er geen houtluizen in komen. Af en toe moet je dat repareren. Mm-hmm. Je krijgt verzakkingen op een gegeven moment, dus dat moet je even een beetje beter stutten, dat soort dingen. Mm-hmm. En wat we ook wel graag zouden willen, is meer beplanting erop, dus meer bomen. Mm-hmm. Alleen deze grapjassen die trokken tot nu toe elke keer alle nieuwe plantjes die we erin gezet hebben er weer uit. Dus we moeten even een systeem zien te vinden hoe we dat weer... Hoe we de bomen kunnen overleven. Ja. Kijk, we hebben dus 2 kwarte eilanden. Uh-huh. Dat is heel per ongeluk zo gegaan. Eigenlijk was de bedoeling 1 kwarte eiland. Dat andere eiland, daar staan wel meer bomen op, maar die stonden er al. Oké, okay. En wat is het? Want jullie verzorgen die dieren. We hebben eigenlijk net gezegd, ze worden eigenlijk nooit helemaal tam. Wat is eigenlijk het gevaarlijkste wat ze kunnen doen? Ze kunnen je bijten? Ja toch, en ze hebben hele lange tanden. Uh-huh. Dus je gaat voor zeker ongeluk krijgen. Ze kunnen je en ze gebruiken alle 4 poten en die staat. Uh-huh. En... ja, en ze kunnen dus inderdaad ook echt boos worden. Oh, ja. Zoals... ja. Oké, okay. Dus het is eigenlijk voor iemand die geen verstand heeft van apen, en het is bijzonder de kwatte aap, is het helemaal niet verstandig om zo'n dier te houden thuis. Nee toch? Nee. Okay. Helemaal niet. Je zal er ook heel erg ongelukkig van worden. Ja, precies. Ja. Nou, ik vind het een fantastisch mooi verblijf. U hoort dat er zijn eigenlijk ook nog wel wat... er is altijd onderhoud en reparatie nodig. Er zijn ook altijd vernieuwingen nodig. Want die dieren moeten natuurlijk zich happy blijven voelen. Zodat ze zich ook kunnen blijven voortplanten. We hebben eigenlijk gehoord... En dat ziet u ook als u naar dit verblijf kijkt. Dat het thuishouden van deze dieren, van eigenlijk alle apen niet, maar ook bijzonder kwarte apen niet, is verboden. Het is een beschermd dier, dus je mag ze thuis niet houden. Het is ook zeer onverstandig. En helemaal als je ze aan een lijntje of in een hokje houdt. Want je ziet eigenlijk wat er nodig is, zodat ze zich eigenlijk een beetje thuis voelen alsof ze in de natuur zijn. Dus tenzij u dit gaat creëren... moet je er gewoon helemaal niet aan beginnen. En dit is ook geen uitnodiging voor iedereen om nou zijn dier naar de zoo te brengen, omdat hij problemen heeft. Want we hebben ook gehoord, je kan er niet zomaar van alles bij zetten. En het is ook niet de bedoeling dat het hele mooie eiland helemaal volkomt met kwarte apen. In dit kader is denk ik preventie het beste. En dat is gewoon laat die dieren lekker in het bos... waar ze hun gang kunnen gaan, waar ze hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. En neem ze, dus je mag ze niet jagen, want het zijn beschermde dieren. En neem ze dan ook niet mee naar huis, want oh, dat schattige babyaapje. Maar dat schattige babyaapje gaat straks voor heel veel ellende zorgen. Dat hebben we in ieder geval begrepen. Nou, wij gaan nog even verder een kijkje nemen en genieten van deze mooie dieren met hun natuurlijke gedrag. Ik wil Teeske en Farid heel erg bedanken. En u heeft gehoord, er zijn nog een heel aantal dingen nodig. De dierentuin moet ook een heel groot deel van zijn verblijven, van zijn onderhoud en reparaties, moet hij halen uit sponsoring en donaties. Dus als u het ook belangrijk vindt dat onder andere deze dieren... zo happy kunnen blijven in hun verblijf en dat verblijf ook goed blijft voor ze, dan kunt u natuurlijk overwegen om een donatie te doen aan de Paramaribo Zoo. Misschien weten veel mensen in Suriname ook nog niet en bedrijven ook nog niet, maar iedereen mag de zoo steunen. Mm-hmm. We hebben niet altijd geld nodig, maar we kunnen wel heel veel doen met materiaal. Okay. Dus als we van bedrijven materialen kunnen krijgen, in welke vorm dan ook, dat zijn wel behoorlijk onderweg ook. Ja. Maar net als wat ik zou zeggen, mensen weten het niet dat ze mogen en bij deze iedereen mag. Oké. Okay. Ja. Het is inderdaad zeer belangrijk dat het niet alleen maar gaat om financiële middelen, maar bijdragen in materialen, et cetera, kan natuurlijk ook. Ja. Zelfs misschien met voeding. Dus als je een idee daarover hebt, dan kan je altijd contact maken met de dierentuin om het idee te bespreken en te kijken hoe u kunt bijdragen. En nogmaals, misschien houden we niet van dieren in gevangenschap, maar we met z'n allen, de hele community, kan bijdragen dat de dieren die in de dierentuin zijn, net zo'n mooi verblijf kunnen krijgen als de kwarte apen, zodat ze zich zo vrij kunnen en happy kunnen voelen, zoals deze dieren dat doen. En dan kunnen we allemaal een bijdrage. Oké, we gaan nog even genieten van de klauter- en klimacties van die mooie apen. En dan gaan we nog even verder in de zoo kijken. Tot de volgende keer!